ik heb net lekker geëdit en ik had een reactie al gekregen over deze spiegel. Van dat zonde is. Het is inderdaad wel zonde, maar... Super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Het is nu al bijna over kwartiertje 9:30. En ik moet nog editen, eten, koffie zetten, Gaia eten geven. Maar als eerst doe ik Gaia, want die heb al honger. Hij zit al heet uit de mouwen. Hé Gaia. Wat een boef ben je ook, hè. En daarna ga ik lekker shoppen mezelf, lekker bakken koffie zetten. Maar eerst even lekker Gaia eten geven. Die je nu krijgt. En ik kijk al later, ik ga het broodje eten. Maar in ieder geval eerst even editen. In ieder geval. En daarna naar mijn werk. Editen, werken, koffie drinken. En ik zeg niet allemaal op rijtje, maar ik zeg alleen wat ik allemaal vandaag ga doen. En wat ik ook zo meteen nog ga doen, is lekker radio aanzetten. Oh, het is als even lekker. Zo. Ik ga denk ik even voor een keer geen normale koffie nemen, maar koffie... cappuccino. Die heb ik nog namelijk. Dat weet ik. Die ga ik even een keertje nemen. Want ik heb hier toch twee van. Ik kan eentje wel van drinken. En dan ga ik nu lekker ook rollen opengooien en daarna lekker cappuccino koffie maken. Ik heb net lekker geëdit en ik had een reactie al gekregen over deze spiegel. Van dat zonde is, het is inderdaad wel zonde, maar... Maar gelukkig is dat spiegel die al kapot was, want dat is eigenlijk een spiegel van de oude kaster. En die was al kapot gegaan, maar ik heb er nog de vraag gedenken af, waarom heb je hem nog steeds... Ze zouden eigenlijk komen ophalen, de winkel. Eigenlijk, die ik de nieuwe heb gebracht, zou ik terugbrengen. Kunnen we ophalen, maar dat hebben ze nog niet gedaan. Dus ik denk dat ik binnenkort hem zelf weggooi. En ik heb daarna niks meer van gehoord, dus ik ga dan zelf weggooien. En ik zit nu te kijken, ik kreeg al een melding op mijn telefoon. Het is nu aan het nisseren. Ik denk dat jullie een beetje zien al op de ramen. Zo, misschien. Spetters, baba. Maar ja, ik ga nu... Maar zo meteen klaarmaken om lekker naar werk te gaan. Ik heb er al zin in. Het is nu lekker om gelijk uit mijn werk, gelijk in de kantine te zitten en gelijk naar beneden te kunnen lopen. Wat ik al gisteren ook al zei. Het was gewoon lekker. En ik zie lekker YouTube het kijken van Josh Preformatzin. Goeie leuk bij de vlog. Ik ken hem via Don. Ik vind hem een leuke vent. Hij maakt een leuke producten in ieder geval. Hij heeft echt heel veel. Het lijkt me een keer leuk. Oh, wat gelijk. Mee te kijken echt achter de schermen met hem of zo. Of ik ga vloggen dan, dat weet ik niet. Maar het lijkt me gewoon een keer leuk. En nog een paar dagen en dan heb ik alweer lekker week vakantie. Oh, dan kijk ik daarna uit. Ik moet even afspraak maken met iemand. En dat gaan jullie nog wel horen. Heel slim van me, ik ben Ganja's eten vergeten en ik heb het net snel even omgekleed. En de lekste is als ik net klaar met werken ben, dat ik dan lekker op de stoel kan zitten. En lekker niksen. Dat is het heerlijkste wat ik vind. En nu ga ik even lekker blikje pakken. Blikje sinaas. Dat vind ik wel even lekker. En over een paar minuutjes ga ik wel even klaarmaken om te eten. En wat ik ga eten, gaan jullie zo meteen horen. Ik ga nu lekker klaarmaken om lekker nu te eten.
wat ik ga eten, dat is pizza. Ja, die ga ik lekker eten nu. Ik krijg net ook al appje van begeleiding. Maar daar ga ik zo meteen op antwoorden of even naar begeleiding toe. Want ja, het is al mijn zin, dus ik dacht ik ga zo meteen even antwoord geven. Even naar ze toe, want ik moet toch naar naar de winkel voor de bovengroep. Dus vandaar. En nu maar lekker een pizza even maken en overdoen. Dus laten we dat even doen. Want ik heb echt ongelooflijk wat trek. Daar gaat hij dan, die pizza. Zal ik erin gooien. Inleggen trouwens. Ik zeg wel heel dat gooien. Maar het is inleggen. Dus ik kan die nu erin. En dan ga ik lekker weer even lekker warm maken. Lekkere pizza in de oven. Daar gaat hij dan hoor. Twee. Zo, en dan wachten maar tot hij klaar is. En 3, 2, 1. En de pizza is klaar. Boom. Hoppakee. En dan ga ik het nou in stukjes snijden. Dat ga ik ook doen. En ik leg hier iets in de weg. Zo. Dan leg ik het daar neer. Hoppakee. Dan ga ik nu die pizza in stukjes snijden. En dan ga ik dat even snel doen. En dan lekker eten. Zoals jullie zien is het nou in stukjes gesneden pizza. Met lekker bakken knoflook erbij. En dan ga ik die pizza nu maar lekker eten. En dan lekker YouTube bij kijken. En daarna even denk naar de groep toe. Beneden. En dan zien we voor de rest wel wat er gaat gebeuren. In ieder geval ook even avondeten halen voor morgen. Met bij de groep. En dan ga ik nu YouTube kijken en lekker pizza eten. Ik heb ongelooflijk veel trek in. En ja, het is niet echt slim van mij dat ik eten van Gaia ben vergeten. Dus maar ja, kom wel goed. Ga ik gelijk vanavond even halen. Dus laten we het even gelijk doen. En nu even lekker eten. Eten voor Gaia gehaald. In ieder geval. Zo, want die heb ik binnen in ieder geval. Lekker even eten van Gaia gehaald. En dan kwam die andere doos eruit. Dat heb ik al een tijdje gedaan. Ik ben al zit al een tijdje achter de computer uit. Lekker aan de koffer te kijken. Afrikaan naar Nederland en dan. Even kijken, moet ik even terugkijken. En dan lijkt het op een strafkamp. Want dit vind ik zo leuk om te zien hoe hij dat opspoort, hoe hij erachteraan gaat. Dat vind ik zo interessant, laten we zo zeggen. Niet interessant dat het gebeurt, maar interessant hoe hij erachteraan gaat. Zo mooi om te zien. En het is al uur of 11 geweest. Al 10 uur zou je zeggen, is half 11 is het nou al. En het is al donker. Maar elke keer, ik heb er al vaker over gezegd. De zon gaat daar onder, die kant op, daar zo. Maar dat kan ik gewoon net niet zien. Dus dat vind ik wel jammer. Maar ja, en Gaia ligt hier lekker op de bank. Hier zo. En je boefje. Ligt hier lekker. Ja? En deze nummer is leuk. Dat is zo'n lekkere nummer gewoon. Ik moet lekker los te gaan. Maar ja, morgen alweer woensdag voor mij. Wat gaat de dagen al en van jullie alweer vrijdag? Wauw. De dagen gaan hard gewoon, niet normaal. Als je even bij je stilstaat, hoe hard de tijd gaat, niet te beseffen. Maar ja, voor je het weet is het al bijna weekend. En voor je het weet ben ik bijna op vakantie. Heerlijk. 2 weken even op vakantie. Heerlijk, nu kijk ik er nu naar uit. Weten jullie dat vast ook? Binnenkort, 2 weken, geen vlog. Ik begin een beetje in te kakken. Ik ga klaarmaken om lekker bed in te gaan. Gaia zit hier voor de deur. Hey Gaia, wat is er? Wat is er? Hey, wat is er jongen? Hey. Oh, nou voel ik het. Hij voelt hier koud denk ik. Voor minst dat voel ik wel. In de gang is veel kouder dan in de woonkamer. Heel apart is dat. Dat hebben we gelezen ook al een keer tegen me verteld. In de gang is veel kouder dan. Dan vraag ik af waar dat op komt. Kan je gaan eens weg.
Zou ik door buiten deur komen? Ik denk het wel, want het is hem nu te voelen. Gaia, ga eens terug. Ga eens terug. Maar ja, dus dat. Ik ga nu lekker klaarmaken om met je in te gaan. Rolgordijnen lekker dichtgooien. En dan morgen weer een dag. Ja, laten we dat even lekker doen. En dan, ja, lekker het bedje in. Nu lekker nogmaals het lekker bedje in. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso een blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Als het top zijn, als je me niet abonneert, zeg ik alvast veel kijken. Veel gewoon heel vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Onderweg naar Gouwenplein mee van gaan lopen, want ik ben benieuwd. Ik heb natuurlijk een nieuw shirt van mijn werk. En ik ben benieuwd hoe mensen daar reageren als ik daar loop of zo. Want ik heb gewoon zo'n shirt aan en wil ook een reactie zien hoe ze met me reageren. Ik haal dit niet in.